Ja, en intussen bij mij al onze volgende gast. Was tijdens zijn studies, heb ik gelezen, meneer Segers, Willy Segers, burgemeester van Deelweek. Goedemiddag. Prezes van de studentenkring. Ja, dat klopt. Dat is waar. En intussen al bijna 6 jaar prezes van de gemeente Deelweek. Ja. Is dat te vergelijken? Deels wel. Ja. Ja, zo een beetje de zaken mee coördineren, ja. Stimuleren, ja. Wat nieuwe dingen uitdenken. En het is soms plezant en sommige dingen vergeet je leven. Genieten van de leuke dingen en ja, de anderen erbij nemen. Hè. Dat is goed. Dat is het lot. We zetten ons Dank hier. U. Ik ga nog even het streekproduct van uw collega in Halle. Perfect. Een beetje opzij schuiven, want u hebt ook iets meegebracht. Ja. Het doosje is zelfs al open. Het doosje is open, kwestie. Is daar een goede reden voor? Ja, dan kan je gerust hier en de collega's even van genieten. Fantastisch. Ik ga dat zeker doen. Dit is een Brasser pralinetje. Ja. Brasser, de cartoonist, Paul de Valk. Ja. Is lange tijd een Schepdalenaar geweest, Schepdaaldeel gemeente Deelbeek. De man is overleden, maar in Schepdaal is hij nog altijd een geliefde persoon. Ja. En dus het feestcomité organiseert allerlei activiteiten. Brasser Run en Brasser Worp. Ja. Maar ook de Brasser Praline, samen met de chocolatier uit de deelgemeente. Ja. Normaal hoort daar een pintje bij, het Brasser biertje. Okay. Neem aan dat... ook bij de VRT tijdens de werkuren niet mag gedronken worden. Toch niet in beeld, hè. Komt goed uit, want de voorraad brasserbiertjes is uitgeput. Maar normaal moet je dus een stukje van deze praline op je tong laten smelten en dan een slokje brasserbier erbij nemen. En dat is een speciale ervaring. Heel speciaal en heerlijk. Dus, dat is goed. Zeg, ik had het over die studententijd van u. Het zat er toen al een beetje in de leiding nemen. Ja, dat heeft mij altijd geïnteresseerd om niet direct altijd de leiding nemen, maar om met een groep van mensen die afspraken maakt van we willen hier de zaak wat coördineren. Ja. Om daarbij betrokken te zijn. En dan word je ofwel de leider, ofwel de tweede man, of de derde man in de rij. Hangt er zo wat vanaf. Absoluut de neiging om de leider te zijn heb ik niet. Maar dikwijls komt dat dan door omstandigheden. Ja. Zoals bijvoorbeeld in Deelweek. Ja, en dan neem je verantwoordelijkheid. Aha. Daar komt het eigenlijk op neer. Okay. Maar liefst met een groep van mensen die daar ook wel wat ideeën rond hebben. Ja. Dus dat niet zo de leider zijn om de leider te zijn. Dat we hebben de voorbije 2 weken wat vragen binnengekregen uit Deelweek. Ja. Ik ga ze u meteen stellen. Ik zou graag eerst even inspelen op de actualiteit en dan weet u wat ik u ga vragen. Absoluut, de snelwegparking in Groot-Bijgaarde, die wordt 's nachts gesloten. Is die al gesloten geweest? Nee. Dus voorlopig is die nog altijd open. Ja. Er moet ook nog een hoorzitting, er is een procedure mee gemoeid en zo verder. Dus dat is niet van de ene dag op de andere. Nee. Ook de signalisatie op de autosnelwegen moet aangepast worden. Dus dat is niet van vandaag op morgen dat je het zomaar doet. Maar eigenlijk, dus is goed dat ik eens de kans krijg om dat toe te lichten, is eigenlijk het argument om dat te doen, is niet de incidenten van vorige week als zodanig, maar wel het feit dat een druppel is die al na 2 jaar elke nacht incidenten deed vollopen. Elke dag, ja? Elke nacht is daar dus zijn cijfers opgedoken van politiezone AMO. Dus onze het ligt op Groot-Bijgaarde, maar de omgeving is Groot-Bijgaarde zelf. En dus de zone AMO doet daar ook interventies. En die zitten boven de 350. Dus met andere woorden, je kan zeggen, elke dag is daar iets. En dat gaat over nachtinterventies. Mm-hmm. Dat is niet tijdens de dag. Mm-hmm. Is daar niks abnormaal aan de hand. Inderdaad. Dat gebeurt allemaal tussen 1 uur 's nachts en 4 uur 's nachts. En dat heeft alles te maken met de huidige infrastructuur van die parking. Dus niet of nauwelijks omheind, buiten wat tuindraad, dat loopt je zo omver, niet verlicht. Ja. En dan uiteraard de rechte weg richting kust, voor diegenen die het Verenigd Koninkrijk willen bezoeken. Is dat de rechte? Is dat de ideale plaats om proberen een vrachtwagen binnen te geraken. Ja. Maar we stellen vooral vast, en dat is het grote argument, dat ondertussen lokale buurtbewoners agressief behandeld worden. Want het is ooit allemaal redelijk onschuldig begonnen, toch? Ja, het was zoals met toffe ervaringen van, hier zitten een aantal vreemdelingen in de tuin aan de terrastafel en die zeggen vriendelijk goeiedag en we praten daar wat mee en voor de rest doen die niks verkeerd en die trekken s'avonds naar die bosjes. Maar dat is nu helemaal anders. Ja. Dat is agressief, 's nachts bonken op de deuren en ramen. Meestal afgelegen woningen. Ja. Die mensen hebben dan, die weten wat er gebeurt. Schrik. Die bellen de lokale politie. Dat is dan een nachtpatrouille. 2 man of 2 jonge vrouwen bij ons in het korps. Dit is niet meer te verantwoorden. Zeker niet als je ziet wat er dus vorige week, en dat was dan federale politie, wiens bevoegdheid die snelwegen zijn, die daar ook voor uitgerust zijn, die dan voldoende manschappen aanwezig zijn. Als die al geïntimideerd worden op die manier,
dan vrees ik dus gewoon voor de veiligheid van, van en die politiemensen, die buurtbewoners, maar eigenlijk iedereen die op die parking actief is, want daar werken ook wel mensen, die komen na 10 uur niet meer buiten. Nee, nee, nee. Kan u er iets over zeggen, over wanneer dat die dan de eerste keer zal sluiten? Ja, dat, zal nu, dat moet nu de komende dagen duidelijk worden na die hoorzitting. Dus dat is voor over een paar weken? Nee, nee, nee. Dat gaat, als het op die manier doorgaat zoals wij het nu voorzien, dan is dat iets voor begin volgende week. Ah, ja. Ah, ja. Of halverwege de week of wat dan ook. Hè. En ook hier een duidelijke tijdelijke maatregel, namelijk dat vrachtwagens 's nachts tussen 22 uur en 6 uur niet kunnen lang parkeren. En dat enkel op het gedeelte richting kust. Ja. Dus met andere woorden, alle andere entiteiten van die parking, gewone parking, kort parkeren, links en beide kanten heeft de parking, blijft allemaal open. Hè. Die eettoestanden, shops, hotel. Dat wel, dus daar bestaan misverstanden over. Dat gebarricadeerd worden, dat is dus echt niet de bedoeling. Okay. Maar wel het feit dat daar s'nachts, want dat is het aantrekeffect op die illegalen, dat daar s'nachts op een redelijk onbewaakte manier vrachtwagens staan die richting kust rijden. En ja, dat is een gedroomd doelwit voor sommigen. Hè. Een heel andere vraag. Ja. Een vraag van Annemarie de Wind. Zij woont in Groot-Bijgaarde. Ik vermoed op de Gossetlaan. Veel industrie daar ook. Ja. Maar goed, ook een paar woningen. En blijkbaar is er bij de heraanleg van de Gossetlaan een deel van de straat niet vernieuwd. Haar deel. Dat vindt ze jammer. Ja, dat klopt. Ik heb die mensen inderdaad ook onlangs gehoord. Dat is dus een van die grensgebieden van de gemeente. En Groot-Bijgaarde gaat daar inderdaad over in een stukje Sint-Agatha-Berchem en Zelk. En dat is inderdaad een deel waar we dus nu nog de nodige aandacht moeten aan besteden. Dus eigenlijk was het de Gossetlaan zoals wij die voornamelijk kennen. De grote baan die dus van in Bijgaarde centrum vertrekt en waar heel wat bedrijven zijn. Daar was echt nood om een nieuw wegdek. We hebben daar tegelijkertijd fietspad en dergelijke aangelegd. Maar inderdaad, die wijk, als ik het soms over het wijkje, dat daar nog achter ligt aan het kerkje ook. Ja, richting station voilà, dus daar is dus inderdaad nog een probleem, maar het is wel degelijk de bedoeling. En ondertussen zijn er al een aantal activiteiten gebeurd, want ook rond onderhoud, groen onderhoud en zo, bleef dat altijd wat achterwege. Ja. En daar is heel wat sluikstort. En dat heeft dan te maken met het mensen die daar dan vanuit het Brusselse de straat afdraaien, via Sint-Agatha-Berchem en dan daar van alles dumpen. Dat is al een eeuwige miserie, zal ik maar zeggen. Daar staan dus Brusselse vuilniszakken tussen. Ja, op Dilbeeks grondgebied, dat is niet altijd evident. De opbouwfirma neemt dat niet mee, dus dat blijft dan hangen. Dat trekt dan nieuwsluikstort aan en dan bellen die mensen. Dan halen we dat eens op geregelde tijdstippen. Maar structureel is dat niet in orde, dus dat beseffen we ten volle. Dat is eigenlijk een terechte vraag. Ja. Misschien, ik wil er nog één vraag bij nemen, misschien voor een snel antwoord. De herinrichting van de omgeving van de sportcites rond de Keperenberg en het Karenbergveld. Ja. Ja, die is rond, die herinrichting. Ja. De werken, officieel, wanneer gaan die van start? Dus voor alle duidelijkheid, en dat is ook altijd zo aangekondigd, dat is een masterplan. Dus dat betekent, dat is niet, we beginnen hier morgen met de spaden te steken voor het hele project. Dat is dus iets dat op langere termijn moet gezien worden, maar we hebben daar wel een grotere denk- en droomoefening, zoals men dat dan noemt, rondgedaan met alle mogelijke betrokkenen, gaande van buurtbewoners, gebruikers van de sportcites, ook andere mensen. Iedereen is daar eigenlijk bij betrokken, om dan eens een ideaal beeld te hebben van wat kan dat worden. Okay. Omdat dat twee oude sportcites zijn, die echt aan vervanging toe zijn. In plaats van daar dus nu gewoon klak een nieuwe sportzaal op te zetten, hebben we gezegd, dit kan toch wel, die staan er sinds de jaren 70. Ja, absoluut. Dus het is het moment om ook heel de zitten misschien eens naar andere noden te kijken. Uiteraard blijft het een sport centraal staan, maar je kan wel tegenwoordig heel wat dingen combineren. Ja. En goed, daar zijn heel wat plannen uit voortgekomen. Wij gaan nu voor een aantal quick wins, die gaan we direct realiseren. Denk dan in Schepdaal aan het synthetisch voetbalveld. In Niterbeek aan een aantal ingrepen aan de tennisterreinen. Maar dan het hele verdere verhaal, dat zal dan in de volgende legislatuur vorm krijgen. Planning en timing. Ja. En misschien zelfs de daaropvolgende legislatuur afgewerkt wordt. Want het is inderdaad meer dan even een gebouw wegruimen en een ander. Het is echt een site volledig nieuw. Een nieuwe inkleding geven. Dus dat is toch wel even een andere ingreep. Dat is waar. De zaal afgooien en een nieuwe zetten. Absoluut. Willy Stegers, dank u wel. Graag gedaan. Er wacht nog iemand op u. Perfect. Ik ga er naartoe. Dag Willy. Hallo. Alles goed? Met u? Ja. Hoe was uw dag tot nu? Goh.
Ik weet niet of je op de hoogte bent van de actualiteit in Dillenbeek en Grootbijgaarden, waar wij een snelwegparking hebben die de voorbije 2 jaar altijd wordt lastiggevallen. Het is net daarom dat ik het vroeg, ja, hoe gaat het daar met die parking? Dus een, ik heb een drieste beslissing genomen om daar tijdelijk een nachtverbod te geven op parkeren voor vrachtwagens. Ja. En ja, sindsdien staat natuurlijk mijn telefoon niet stil. Radio 2. Absoluut. Heb je 2 minuten voor mij? Goed, dan gaan we beginnen. Wel, ik denk het simpel. Ik heb enkele snelle dilemma's voor jou. Ja. Willy Sommers of Willy Nasens? Willy Sommers. Ja? Ja, absoluut. Payot. Yves Segers of Iwijn Segers? Dat is een moeilijke, omdat het 2 toffe kerels zijn en al 2 Segers noemen. Maar ik ga voor Yves. Allee, ik bedoel, de zanger, ja. Voor altijd luizen of voor altijd kaal zijn? Kaal zijn, hè, daar zijn we stilletjes aan bezig. Dus, moet dat dan zo wat... De hoogtecamera moet daar dan... Vind je dat erg, Willy? Nee, eigenlijk nee. Ik heb altijd in jongere jaren een heel langere... Dus die periode is voorbij, dus dat mag nu wat korter en wat kaler. Dus, de jonge Willy, was daar zo'n wilde gast die... Redelijk wel, ja. Ja, van het leven hield. Daar juist ook verteld, prees is in de studentenvereniging. Altijd meegedraaid in de voetbalcombinaties. Nu speciaal, ik heb mijn echtgenote al heel lang. Hoe lang zijn jullie samen? We zijn 35 jaar getrouwd en tel daar nog maar een jaar of 4, 5 bij dat we elkaar al zo 16-17-jarige leeftijd kenden. Dus ladies, dat is altijd plezant, aanwezigheid van ladies, maar Ja? Een goede keuze gemaakt destijds. Zouden we de tijd kunnen terugdraaien? Je weet niet hoe dat het nu was. Ja. Wie zouden dan kiezen als vrouw? Goh. Uit welke doelgroep? Ja, welke doelgroep? Iemand die je kent uit de BV-wereld, een politica, iemand uit uw partij. Dat is nou moeilijk. Iemand uit uw partij. Moet ik uit mijn partij? Nadia Sminate was hier ochtend, of Soal Demir. Ja, dat zijn alle drie. Noem maar verder. Nee, dat zijn duidelijk drie frisse en prompte dames. Kunnen ze alle drie heel goed. In de veronderstelling dat zij mijn leeftijd en ik en we samen in de tijd teruggeflutst worden. Ja, zij zouden jou ook kunnen versieren. Absoluut, ja. Zijn echt toffe dames. Echt toffe dames. Ja. Meedoen aan Temptation Island als verleider of als koppel? In principe geen van beiden. Ik moet eerlijk zeggen, bekijk het programma niet. Hoewel er ooit... Ja, absoluut. Dat is een bekende Dillenbekenaar. Tim de Pril, die er in de tijd weer bekendgemaakt. Voilà. Als ik dan Tim zo'n beetje voor ogen houd, dan denk ik, ja, zo'n rol als verleider waarschijnlijk. Dat zou dan misschien toch nog best zijn, zeker. Want als koppel. Je ziet mijn verhaal daarnet. Dus hoe noemt dat bekend café bij jullie weer? Het Groot Genoegen? Het Groot Genoegen. We hebben er een paar. Dat was ons jeugdcafé in de periode waar ik daarnet van had. Dat is ondertussen een paar keer van eigenaar veranderd, ook van doelpubliek. En dat heeft nu een beetje een andere doelgroep als publiek. En ja, de jeugd van vandaag zit niet meer zozeer in het Groot Genoegen, maar zit in een aantal andere cafés. En daar kom ik ook wel eens. Ja? Groot Genoegen, dat is al wat minder. Daar kom ik in vergelijking met vroeger niet meer dagelijks. Okay. Maar ja, er zijn heel wat mogelijkheden in Dillenbeek om uw dorst te lessen. Nog een laatste vraag dan. Eigenlijk niet zo'n straf, hè, maar ik ga het toch stellen, want misschien is dat wel leuk. Je wordt burgemeester vanaf volgend jaar, maar je moet verplicht burgemeester zijn van een andere gemeente. Ja. Welk zou je kiezen, Willy? En moet het regio zijn of is het gewoon gelijk welke ergens in Vlaanderen? En je zegt van, ja, die stad of dorp, ja, daar wil ik wel burgemeester van zijn om orde op zaken te stellen. Op orde op zaken, dat zegt jij dus. Ik zou voor Brugge kiezen. Brugge? Ja, ik ben een Club Brugge fan, dus als ik dat zou kunnen waarmaken om in die stad ook burgemeester te zijn en daar een aantal dingen mee recht te zetten. En dan zal uw collega's in Gent een gratis business lounge iedere week naar de voetbal gratis eten en drinken? Ik hou het zoals ik nu om de 2 weken gewoon tussen de mensen in de tribune zit met mijn simpel abonnement. En zo moet dat blijven, denk ik. En als Anderlecht supporter kan ik nu al zeggen proficiat. Ja. Laten we dat nog even afwachten. Ja? Maar bedankt alvast voor de goede wensen. Bedankt om hier te zijn, Willy. Dank u. Graag gedaan.